Hartelijk welkom bij Radio Ecclesia. Ik ga verder met de gelijkenis van de talenten. Deze gelijkenis is langer als alle andere talenten, dus vergt veel meer tijd en uitleg. Ik hoop, luisteraars, dat u wat geduldig bent. We gaan beginnen in Matteüs 25, vers 14 tot en met 30. Ook dit lezen wij zeer aandachtig mee. Want het is als een mens die bij zijn vertrek naar het buitenland zijn slaven riep en hun zijn bezit toevertrouwde. En de een gaf hij 5 talenten en de andere 2 en een derde 1, een ieder naar zijn bekwaamheid. En hij reisde buitenlands. Terstond ging hij, die de 5 talenten had ontvangen had, op weg en hij deed er zaken mee en verdiende er 5 bij. Evenzo verdiende hij, die de 2 talenten had, er 2 bij. Maar hij, die het ene talent ontvangen had, ging heen, groef een gat in de grond en verborg het geld van zijn heer. En na een lange tijd kwam de heer van die slaven en hield afrekening met hen. En die de 5 talenten ontvangen had, trad toe en bracht nog 5 talenten bovendien, zeggende: Heer, 5 talenten hebt gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 5 talenten bij verdiend. Zijn heer zeide tot hem: Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw Heer. Die met de 2 talenten trad ook toe en zei: Heer, 2 talenten heb gij mij toevertrouwd. Zie, ik heb er 2 talenten bij verdiend. Zijn Heer zeide hem: Wel gedaan, gij goede en trouwe slaaf. Over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen. Ga in tot het feest van uw Heer. Nu kwam ook hij die het ene talent ontvangen had, zei de Heer: Ik wist van u dat gij een hard mens zijt, die maait waar gij niet gezaaid hebt, en die bijeenbrengt van plaatsen waar gij niet hebt uitgestrooid. En ik was bevreesd en ben heen gegaan en heb uw talent in de grond verborgen. Hier heb gij de uwe. En zijn Heer antwoordde en zei hem: Gij slechte en luie slaaf, wist gij dat ik maai waar ik niet gezaaid heb, en bijeengebracht van plaatsen waar ik niet heb uitgestrooid? Dan had gij mijn geld aan de bankiers moeten geven, en ik zou bij mijn komst mijn eigendom met renten opgevraagd hebben. Neem hem dan het talent af en geef het aan hem die de 10 talenten heeft. Want aan een ieder die heeft, zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. En werp de onnuttige slaaf in de buitenste duisternis. Daar zal geween zijn en tandengekras. Nu ga ik ook in Lucas 19 vers 11 tot en met 27 ook lezen. En toen zij daarna luisterden, sprak hij nog een gelijkenis uit. Omdat hij dicht bij Jeruzalem was, en zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. En hij zeide dan: Een man van hoge geboorte trok naar een ver land om zich een koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. En daarna terug te keren. En hij riep 10 van zijn slaven en gaf hem 10 ponden en zei tot hem: Drijf handel totdat ik terugkom. Doch zijn burgers haatten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap: Wij willen niet dat deze koning over ons wordt. En het geschiedde toen hij terugkwam, dat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven aan welke hij het geld gegeven had, bij zich geroepen om te weten wat ieder met zijn handel bereikt had. En de eerste verscheen zei: Heer, uw ponden heeft 10 ponden winst gemaakt. En hij zei hem: Voortreffelijk goede slaaf, omdat gij de minste getrouw geweest zijt, heb gij gezag over 10 steden. De tweede kwam en bracht: Uw pond heeft 5 pond opgebracht. Hij zei tot hem: En gij wees heer over 5 steden. En de volgende kwam en zei: Heer, hier is uw pond dat ik in een doek weggeborgen en bewaard heb. Want ik was bang voor u, omdat gij een streng mens zijt. Gij neemt weg wat gij niet hebt uitgezet en gij maait waar gij niet gezaaid hebt. Hij zeide tot hem: Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. Gij wist dat ik een streng mens ben, die wegneemt wat ik niet heb uitgezet en maai wat ik niet gezaaid heb. Daarom heb gij dan mijn geld niet bij de bank gegeven,
dan zal ik bij mijn komst met renten opgevraagd hebben. En hij zeide tot degene die bij hem stonden, neem hem een pond af en geef het hem die de 10 ponden heeft. En zij zeiden tot hem, Heer, hij heeft al 10 ponden. Ik zeg u, aan een ieder die heeft zal gegeven worden. En hem die niet heeft zal ontnomen worden, ook wat hij heeft. Doch, die vijanden van mij, die niet wilden dat ik over hen koning werd, breng hem hier en slag ze voor mijn ogen. Door in deze gelijkenis het woord want te beginnen, heeft onze Heer Jezus duidelijk aangetoond dat hij de lering en waarschuwing aangaande de waakzaamheid en getrouwheid gedurende zijn afwezigheid ernstig bedoeld heeft. In Mattheüs 24 vers 51 heeft hij gewaarschuwd dat hij de ontrouwe zeer zwaar zou straffen. In Mattheüs 25 vers 30 herhaalt hij dit. Wanneer wij zijn woorden goed ontleden, zullen wij zien dat dit vooral duidt op diegene aan wie hij werk heeft gegeven om te doen. Elk naar zijn vermogen, volgens vers 15. De massa's zijn de schapen. En het zal door een grote mate van ontrouw van de valse herders komen, dat deze pas tot bekering komen in de benauwdheid van Jacob, volgens Jeremia 30. 7. Om dan de bruid te worden die zichzelf gereed maakt voor de bruidegom. Het was aan die meisjes van onze vorige gelijkenis opgedragen aan wie de talenten in deze gelijkenis zijn uitgedeeld. Om de bruid voor te bereiden en voor de nalatigheid en slordigheid zou de straf groot zijn. Voor getrouwheid zou een beloning nog groter zijn. Staat in Mattheüs 25, vers 21 en vers 23. En ook in Lucas 19, vers 17 en vers 19. Volgens de weergave van Lucas kunnen wij duidelijk zien dat het opnieuw gaat over een koninkrijksgelijkenis. Dit kan men opmaken uit de vers 11, 12, 15, 17 en 19. Maar nog duidelijker maakt een koninkrijksgelijkenis, wat onmiddellijk na de bekering van Zacchaeus door de Heer Jezus uitgesproken is. Nadat Zacchaeus zijn belijdenis geuit heeft, en volgens wat hij gezegd heeft, duidelijk bewijst dat hij waarachtig bekeerd was. Toen heeft Jezus de woorden gesproken, heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Zacchaeus is gered omdat hij een zoon van Abraham was. Heel belangrijk. Want de Heer is gekomen om de verloren schapen van het huis van Israël op te zoeken. Volgens Ezechiël 34 en Mattheüs 10 vers 5 tot 7 en hoofdstuk 15 vers 24. Wat stelselmatig wordt genegeerd door theologie en predikers en voorgangers. Zacchaeus is geen zoon van Abraham geworden omdat hij gered werd, zoals de kerken beweren. Zodat dit vandaag door de dwaze meisjes en de slechte en luie slaaf verkondigd wordt. Dit is van kardinaal belang om dit te onderkennen. Voorgangers, u bent gewaarschuwd. Diegenen die de woorden van Jezus horen zeggen, hebben deze onmiddellijk in verband gebracht met de uitspraken van de profeten van het Oude Testament. De profeten hebben voorspeld dat de Messias zou komen om de verloren schapen van het huis van Israël en van het huis van Juda zou verzamelen en van hen weer één natie zou maken en het koninkrijk van God weer zou oprichten. Toen zij dus Jezus' woorden hoorden, dachten zij onmiddellijk dat het grote ogenblik was aangebroken. Want toen zij daarna luisteren, sprak hij nog een gelijkenis uit, omdat hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond openbaar zou worden. Stond in Lucas 19 vers 11. Daarom sprak Jezus tot hen in gelijkenissen, zodat zij konden zien dat hij gelijk had met de juiste vertolking van zijn woorden. Maar het was nog niet de tijd van onmiddellijke realisering van het koninkrijk,
Want er moest nog veel werk gedaan worden voordat dit zou gebeuren. Lucas 19 vers 12 sluit uitstekend aan bij het zo mooie begin. Hij zei dan, een man van hoge geboorte trok naar een ver land om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Door dit te zeggen, kreeg men begrip en inzicht van Jezus' woorden aangaande Zacchaeus en dat dit correct was, maar dat eerst nog veel belangrijke dingen moesten gebeuren voordat dit zou geschieden. Een van de belangrijkste dingen was dat Jezus zelf de man was van hoge geboorte, Lucas 1 vers 31 tot 33, en naar een ver land moest gaan, naar de hemel, om daar als koning gekroond te worden en het koninkrijk van de Vader in ontvangst te nemen, nadat hij daarvoor met zijn kostbaar bloed had betaald. Dit zou gebeuren na zijn hemelvaart en voor zijn wederkomst, zodat wanneer hij komt om het koningschap over Israël te aanvaarden, deze zaak afgehandeld zou zijn. Lees voor uzelf de volgende schriftgedeelte aandachtig door. Lucas hoofdstuk 1, vers 31 en 33. Openbaring 3, vers 21. Hoofdstuk 5, vers 5 en 6. Dan hoofdstuk 11, 15 tot 17. Hoofdstuk 12, vers 5. Hoofdstuk 19, vers 11 tot 16. En tot slot hoofdstuk 20, vers 4 tot 6. Dit uit het boek Openbaring. Wij moeten het opnieuw beklemtonen. Dit is een koninkrijksgelijkenis die dus direct op het godsplan met Israël betrekking heeft. Indien dit niet onderkend wordt of verkeerd wordt uitgelegd, kan de betekenis volledig verloren gaan. In Lucas 19 vers 13 zien wij opnieuw het getal 10. 10 slaven, 10 bonden. Dit heeft zeer beslist betrekking op het huis van Israël en dus op de 10 stammen van Israël. Bedenkt, het is een koninkrijksgelijkenis. In Matteüs 21 vers 43 heeft Jezus het volgende gezegd. Daarom zeg ik u dat het koninkrijk Gods van u, van de Joden, zal worden weggenomen en zal gegeven worden aan een volk, dus de 10 stammen, dat de vruchten daarvan opbrengt. Het is zeer duidelijk dat hij de Joden bedoelt. De geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar heeft dit bewezen, dat de Joden geen vruchten van het koninkrijk van God hebben opgeleverd. Integendeel, gedurig hebben zij geprobeerd om deze te vernietigen. Aan de andere kant zijn het de nakomelingen van de zogenaamde verloren 10 stammen, dus de vertegenwoordigers in de blanke protestantse westerse natie, die wel de vruchten van het evangelie uitgedragen hebben. In Matteüs 21 vers 45 zien wij dat de overpriesters en fariseërs goed begrepen dat Jezus hen bedoelde in zijn gelijkenis. En toen de overpriesters en de fariseërs zijn gelijkenis hadden gehoord, begrepen zij dat hij hen bedoelde. Ze hebben heel goed begrepen wat Jezus, Lucas 19, vers 14, bedoelde. Met de woorden, doch zijn burgers haten hem en zonden hem een gezantschap achterna met de boodschap, wij willen niet dat deze koning over ons wordt. De Joden wilden toen en nu niet dat Jezus van Nazareth koning over hen zou worden. Zij zijn samen met de heidenwereld tegen hem in opstand gekomen. En Jezus sluit de gelijkenis af met de woorden, doch die vijanden van mij, die niet wilden dat ik over hen koning werd, brengen hier en slag ze voor mijn ogen. Dat is wat andere taal. Jezus was in Palestina toen hij deze gewichtige woorden uitsprak. En dit staat op het punt om te gaan gebeuren. Sedert 1948 zijn de Joden bij tienduizenden teruggekeerd naar Palestina door toedoen van een bovennatuurlijke macht. Niets kon hen weerhouden. Het wordt er ook door de dwaze meisjes verkondigd dat dit de terugkeer is van het ware Israël naar het beloofde land, zoals door de profeten is voorspeld. Maar, zoals aangetoond is in mijn boek De Verloren 10 Stammen van Israël,
beantwoordt deze terugkeer van de Joden niet aan de eigenschappen van de ware terugkeer van het echte Israël van God. Deze terugkeer is de vervulling van Jezus' woorden uit Lucas 19, vers 14. Doch die vijanden van mij, die niet wilden dat ik over hen koning werd, breng hen hier en slag ze voor mijn ogen. Het rentmeesterschap, in Lucas 19, vers 13, lezen wij. Wij, en hij riep 10 van zijn slaven en gaf hem 10 ponden en zei tot hem, drijf handel totdat ik terugkom. In Matthäus 24, vers 46 lezen wij, zalig die slaaf die zijn heer bij zijn komst zo bezig zou vinden. Aangezien dit dus een koninkrijksgelijkenis is, en dit in direct verband staat met Jezus' opdracht, wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Dit heeft betrekking op de algehele bediening van de waarheid aan Israël. Een godsplan die gereed gemaakt wordt met de voorbereiding op de wederkomst. Daarom vervolgt deze gelijkenis met het woord want. Matthäus 25 vers 14. De talenten. Het eerste belangrijke punt om op te merken is dat aan een ieder die gegeven is gegeven en dus ook van hen verwacht kan worden vruchten te dragen naar vermogen. En de een gaf weer 5 talenten en een ander 2 en een derde 1 en een ieder naar zijn bekwaamheid en hij reisde buitenlands. Matthäus 15 vers 15. Lees ook Lucas 12 vers 47 en 48. En ook Romeinen 12 vers 6 tot 8. De Heer Jezus zal bij zijn wederkomst niet van ons verwachten dat wij boven vermogen moesten leveren. Maar hij eist wat wij wel kunnen naar ons vermogen zoals wij verderop zullen gaan zien. Ik ga niet uitweiden over de individuele talenten. Iedere gave die wij van de Heer ontvangen hebben, moeten wij wijden aan zijn dienst. Elke belofte in zijn woord moeten wij opeisen en toe-eigenen en gebruiken tot zijn eer. Het woord is daar vol van. Dit zal voor elke gelovige opgeëist worden, maar ook rijkelijk bewoond worden. 1 Korinthe 3, vers 14 en 15. Maar, aangezien het op deze plaats gaat om een koninkrijksgelijkenis, moet de hoofdverklaring in dat licht geplaatst worden. De hoofdopdracht aan zijn dienstknechten zal het zijn om Gods volk zo voor te bereiden dat zij een koning verwachten en zullen herkennen wanneer hij komt. Zij moeten zorgen dat de basis van het Godsplan duidelijk bij Israël ingeprent wordt. Dat God voor eeuwig koning over Israël is, dat zijn wet onveranderlijk is en dat geen jota of titel van zijn woord ooit veranderd zou worden. Laten we eens kijken naar een paar aspecten. We kijken bijvoorbeeld naar de wet. De wet van het Koninkrijk van God, onze Heer Jezus, heeft zeer beslist geleerd dat de wet onveranderlijk zou blijven totdat alles vervuld is. Hij heeft gezegd, meen niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een titel vergaan van de wet, eer alles zou zijn geschied. Wie dan een van de kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Wat ik zeg u, indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en fariseeën, zult gij het koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Zo lezen wij dat in Matthäus 5, vers 17 tot 20. Met zijn wederkomst en vestiging van zijn koninkrijk hier op aarde, zal de wet van de Heere, zoals deze aan Israël bij de berg Sinai is gegeven, de grondwet zijn. Dat staat in Jesaja hoofdstuk 2, vers 2 tot 5, hoofdstuk 9, vers 5 tot 6, Jeremia 31 en 31 tot 33. De gezalfde koning is niet gekomen om de wet weg te doen, maar om van de vloek van die wet de dood tot gevolg heeft te verlossen. De wet was nooit volmaakt op nationaal gebied, werd nooit nageleefd en gedemonstreerd. Maar onder het nieuwe verbond met de wet op Israëls
het letterlijke volk, hard geschreven en met Jezus en zijn mederegeerders, dat zijn de overwinnaars, op de troon van David, volkomen volmaakt zijn. Door dit te administrateren, zullen de naties de heerlijkheid daarvan zien en vragen om daarom onderricht van te ontvangen. Zo staat het in Micha 4, vers 1 tot 4, Deuteronomium 4, vers 5 tot 8, Hebreeën 8, vers 8 tot 12. Als ik het zo zit voor te lezen, dan gaat het door mijn hart het diepste verlangen dat onze herders dat eens een keer gaan zien, zodat ons volk oprecht goed voedsel krijgen en niet die troep, dat varkensgeslobber wat ze nu krijgen in kerken en in groepen. Deze wet is een onderdeel van het voedsel waar de dienstknechten voor aangesteld waren om aan Jezus dienstvolk gedurende zijn afwezigheid in een ver land te geven. In de wereld van de afgelopen 2000 jaar zijn het de blanke protestantse landen die het dichtst bij de code van de wet van God waren. Het licht. Het licht aan zal geven hoe wij de volmaakte wet van God nakomen als wij blijven onder de slechte slaven, Matteüs 24, vers 48, en van die dwaze jonge maagden uit Matteüs 25, vers 2. Diegenen die de volle raad van God verkondigen, zullen vallen onder de verstandige maagden, volgens Matteüs 25, vers 2, en de slaven die hun talenten vermeerderden wanneer de koning terugkomt. Daarvoor hamer ik er altijd op om dat evangelie van het koninkrijk te verkondigen zoals ik dat doe. En zoals ik het van mijn uitstekende leraren heb geleerd vele jaren lang. We kijken naar punt 2. De troon van het koninkrijk. Het is een bekend en een merkwaardig feit dat alleen de westerse Europese naties hun monarchieën behouden hebben. Hier is het waar deze koningshuizen niet zijn waar zij behoren te zijn, maar zij erkennen nog steeds het christelijk geloof en hun kroningsplechtigheden zitten nog steeds aan, daar zit nog steeds een godsdienstig karakter aan. En de afkomst van deze koningshuizen kunnen teruggevoerd worden tot aan koning David. Onder deze natie en hun aanverwante volkeren zal Jezus zijn koninkrijk oprichten bij zijn terugkeer vanaf het verre land waar hij heen ging om het koningschap in ontvangst te nemen. Zoals we hebben gelezen hebben in Lucas 19, vers 12. Het is ook niet toevallig dat deze troon, de monarchieën van West-Europa, de moederlanden zijn van de volkeren waarin het rechtsstelsel voorkomt en die het dichtst bij de wetten van de Bijbel zijn. Onder al de naties van de wereld, dit is de troon van zijn vader David, die de Heer Jezus bij zijn wederkomst zal geven. De getrouwe dienstknechten die met hun talenten zullen woekeren, zullen ook deze waardigheid ontvangen, al is de tegenstand en verachting zeer groot. Luister naar mijn studie die ik ingesproken heb. Ik ben voor het koningschap geboren. Punt 3. De stad en het land van het koninkrijk. De profeten wijzen er duidelijk op dat Jeruzalem de hoofdstad van de nieuwe wereld zal zijn, wanneer de Heer Jezus terugkeert om over de gehele aarde te gaan regeren. Laten we samen lezen. En het zal geschieden in de laatste der dagen. Dan zal de berg, dat is het koninkrijk van God, van het huis des Heeren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen, dus kleine koninkrijken. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen, let op, komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen volk en verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heen stromen en vele naties zullen optrekken en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs. En dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. En geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob, 12 stammen, hoor, kom, laten wij wandelen in het licht des Heren. Jesaja hoofdstuk 2, vers 2 tot 5.
Nou kijken we naar Jeremia 23, vers 5 en 6. Zie, de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik aan David een rechtvaardige spruit zal verwekken, die zal als koning regeren en verstandig handelen, die zal recht en gerechtigheid doen in het land. In zijn dagen zal Juda behouden worden en Israël veilig wonen. Dan pas komt Juda bij die 10 stammen. En dit is zijn naam, waarmee men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Nu kijken we naar Romeinen 11, vers 25 tot 27, omdat Paulus juist de apostel was voor die verloren schapen van het huis van Israël, die maar weinig theologen onderkennen. Want broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis. Ik onderstreep dat. Een gedeelte verharding is over Israël gekomen, Juda, totdat de volheid der heidenen, maar er staat volkeren, dat is die 10 stammen, binnengaat. En al dus zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen, hij zal zijn goddeloosheden van Jacob afwenden, en dit is mijn verbond met hem, wanneer ik hun zonde wegneem. Uit deze paar aanhalingen, en er zijn er nog veel meer, is het duidelijk dat de hoop op de toekomst voor de wereld ligt in het herstel van Israël en in de wederkomst en vestiging van Jezus Koninkrijk hier op aarde. Deze grote waarheid komt zeer duidelijk naar voren in al deze gelijkenissen die Jezus verteld heeft. Gods raadsplan wordt in het Oude Testament uiteengezet en deze lering gaat onveranderlijk door in het Nieuwe Testament. Het komt door de theologie dat het plan van God is veranderd en de kerk gemaakt is tot het nieuwe Israël, en daarom begrijpt een gewoon kerklid niets van de ware boodschap van de Bijbel. Jezus Koninkrijk hier op aarde. Deze grote waarheid komt zeer duidelijk naar voren in al de gelijkenissen die Jezus verteld heeft. Gods raadsplan wordt in het Oude Testament uiteengezet en deze gaat onveranderd door in het Nieuwe Testament. Nou, we kijken. Punt 4. Het boek van het Koninkrijk, dat de gehele boodschap van de Bijbel door verkeerde lering vertroebeld is, zodat bijna niemand kan begrijpen wat er werkelijk geschreven staat, komt door de ontrouwe herders die toegestaan hebben dat het water zo is vertroebeld, dat niemand meer helder kan zien en nog minder daarvan kan drinken. Het Godsplan is in beide, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zeer duidelijk. Dit wordt vanaf Genesis tot aan Openbaring zuiver doorgegeven. God is zijn koninkrijk op aarde begonnen bij Adam. Hij heeft Noach door de Bijbel gedrukt. Hij heeft Noach door de vloed geholpen en de Bijbel werd gedrukt en verspreid. En die heeft het evangelie op vele manieren uitgedragen en het christelijk geloof verkondigd. Dit is een van de sterkste bewijzen dat wij het volk van God zijn. Want hij zegt, dat volk dat ik mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen. Volgens Jesaja 43 vers 21. Dus God heeft zijn koninkrijk op aarde begonnen bij Adam, Noach, Abraham, Isaac en Jacob. Daar een koninkrijk mee gevormd, enzovoorts, enzovoorts. Het staat allemaal op onze website. Nou, het boek van het koninkrijk, dus de Bijbel, is een van de grootste schatten die de man van de hoge familie, dus de Heer zelf, van Lucas 19 vers 12, aan zijn 10 slaven, de 10 stammen, heeft toevertrouwd, toen hij op reis is gegaan om voor zichzelf het koningschap te gaan ontvangen. Deze westerse natiën hebben niet alleen de Bijbel in meer dan 1000 talen vertaald, maar ook nog eens verspreid over de gehele aarde. Er is geen volk buiten Israël die dit gedaan heeft. En in deze 10 stammen zijn er 5 wijze en 5 dwaze maagden, zoals wij reeds eerder in een andere gelijkenis hebben gezien. Punt 5. De kerk of de gemeente binnen het koninkrijk, zoals in mijn boek Openbaring geschreven staat, is het merkwaardig om eens op te merken dat de 7 gemeenten
aan wie de opgestaande Heer Jezus zijn opdracht en waarschuwing heeft gegeven door de apostel Johannes, allemaal in Klein-Azië, het hedendaagse Turkije, daar bevond zich een toevertrouwd deel. Want toen hij op reis ging om voor zichzelf het koningschap te gaan ontvangen, hebben deze westerse natie niet alleen de Bijbel in meer dan 1000 talen vertaald, maar ook nog eens een keer verspreid. Nou, de kerk of de gemeente, dat heb ik al gelezen. Nee, de kerk of de gemeente binnen het koninkrijk, zoals ik dat geschreven heb in mijn boek Openbaring, is het heel erg merkwaardig dat we dat eens even door moeten lezen. Ik heb al aangehaald dat die 7 gemeenten lagen allemaal in Klein-Azië. Daar bevond zich een gedeelte van de 10 stammen en een gedeelte uit de 2 stammen, het huis van Juda. De vreemdelingen van de verstrooiing volgens 1 Petrus 1 waren het aan wie de apostel Jacobus heeft geschreven. Jacobus 1 vers 1. Naar deze schapen moesten de apostelen gaan in de opdracht van onze Heer Jezus volgens Matteüs 10 vers 5 tot 7, hoofdstuk 15 tot 24. Handelingen 26 vers 7, 28 vers 20, vers 23, vers 31. Wanneer ik, even kijken hoor, indien de duivel en zijn agenten erin slagen om de blanke westerse protestante natie en een aanverwante vervolkeren kunnen verbasteren en uit te wissen, dan zal het licht van de gemeente geheel uitgaan. Dat is wat momenteel in ons land gebeurt. Wij worden door andere volken overspoeld en we worden verbasterd. Want een vermengde natie wordt een bastardnatie. Nou, dit staat niet op het spel. Die dwaze meisjes hebben dit niet in de gaten en was dus de kudde, hadden ze niet gewaarschuwd. Zoals ze dat ook vandaag aan de dag niet doen. Het koninkrijk is nabij, want het is de tijd voor de koning om terug te keren. De tijd is vervuld. Dit is de reden waarom in zo'n koorsachtig gewerkt wordt om alle vormen van rassenscheiding weg te werken en tezelfde tijd aan de andere kant Wereldoorlog 3 die tot een climax zou voeren. In de afgelopen 2 wereldoorlogen is de droom van de westerse beschaving al vernietigd. Als deze oorlog niet op een bovennatuurlijke wijze wordt ingekort, zal er geen levend wezen overblijven, dan zal er geen koninkrijk van God op aarde komen. Daarom is het dat de dagen ingekort zal worden ter wille van de uitverkoren, dat is dus Israël, zoals Jezus zei, Matteüs 24 vers 22. Het slot van de gelijkenissen: de koning komt terug nadat hij voor zichzelf het koninkrijk heeft ontvangen. Hij komt precies op tijd, want de vijand was bezig om het koninkrijksvolk op aarde uit te roeien. Aan de ene kant met ruw fysiek geweld, door het aanslagen van de heidenen, zoals dit wordt door geweld, of door geweld en verbastering. Nou, dat is heel belangrijk om dus te kijken wat er allemaal staat te gebeuren. We kijken verder. Aangezien al deze gelijkenissen koninkrijksgelijkenissen zijn, heeft het ook een grote betekenis van een koninkrijksverband. Omdat de schrift niet gebroken kan worden, de boodschap van de Bijbel is één geheel, kan het ene deel niet losgemaakt worden van het andere deel. Het is niet alleen een zaak van redding van mijn ziel, maar ook van de verheerlijking van God. De komst van zijn koninkrijk en de uitvoering van zijn wil voor de gehele aarde, zoals het ook in de hemel, volgens Matteüs 6, vers 19. Hier is een dubbele verantwoording die op de maagden met de lampen rusten om Gods volk, zijn kudden of schapen, te voeden. Apostel Paulus heeft gezegd, want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen in Handelingen 20, vers 27. Overal waar de Heer Jezus rondgegaan is, heeft hij voor ons een voorbeeld nagelaten, zodat ook wij in zijn voetstappen kunnen lopen, in 1 Petrus 2 vers 21. Hij heeft het koninkrijk van God verkondigd en zijn discipelen hebben hetzelfde gedaan, volgens Markus 1 vers 14 en 15, Handelingen 8 vers 12, hoofdstuk 20 vers 25 en tenslotte hoofdstuk 28 vers 1 en 30.
Diegenen die getrouw blijven, zullen een grote beloning in het koninkrijk ontvangen dat hij opricht. Wij kunnen nu Lucas 19 vers 19 en ook Matthäus 19 vers 27 beter in verband brengen met Lucas 19 vers 11, waar wij gelezen hebben wat Jezus heeft gezegd. Nou, aan het einde van deze gelijkenissen wil ik nog even op wijzen dat het rentestelsel wordt weggenomen. En dat is ook te zien in Lucas 19 vers 21. Deze luie slaaf heeft Jezus beschuldigd van iets waarvan hij juist niet schuldig was, want ik was bang voor u, omdat gij streng mens zijt. Gij neemt weg wat gij niet hebt, uitgezaaid en maait wat gij niet gezaaid hebt. Nou, Jezus kwam om te dienen en niet om gediend te worden. Dit is wat hij is komen doen. Hij is gekomen om zijn leven af te leggen, volgens Matthäus 20, vers 28. Heel belangrijk is het mammonsysteem, waaronder we leven, het Babylonische stelsel, zal volledig weggevaagd worden bij de komst van de Heer Jezus. Nou, voor een volledige uitleg moet u gaan naar onze website, waar ook de geschiedenis staat van de verloren stammen van Israël. In het kort komt het hierop neer. Jezus was nabij Jeruzalem toen hij deze woorden sprak. Daar waren zij die hem onmiddellijk koning wilden maken, zodat wij gezien hebben in die gelijkenis. Maar er was ook een andere groep die hem verwierpen en gedurig op de loer lagen om hem te doden. Dat waren zij van wie gezegd werd dat zij de duivel als vader hadden. Dit is letterlijk het adderslag. Vandaag staan zij nog steeds voor de deur. Ik ben ontzettend dankbaar dat we op het punt staan om de Heer Jezus te gaan ontvangen. En ik hoop dat ik met deze gelijkenis van de talenten u wat meer inzicht heb gegeven wat dat eigenlijk inhoudt en ook met die andere gelijkenissen. Het zijn allemaal gelijkenissen van het evangelie van het koninkrijk. Jezus heeft het voor de wereld daarbuiten verborgen gehouden, maar onze kinderen, zijn onderdanen, de Israëlieten van het verloren huis van Israël, heeft hij het geopenbaard. Voor u en voor mij is het geopenbaard. Niet zomaar. Wil men het woord van God geopenbaard krijgen, dan moet er iets gebeuren in ons persoonlijk leven. Berouw, bekering, doop door onderdompeling, vervulling van de Heilige Geest, kortom, een wedergeboorte. Dan moeten we beseffen dat wij goede dienstknechten zullen zijn, dat we talenten die wij van hem krijgen, nuttig zullen gebruiken tot aan zijn wederkomst. Vandaar dat ik al vele jaren bezig ben om het machtige evangelie van het koninkrijk onder mijn volksgenoten te verspreiden. Het wordt niet altijd in dank afgenomen, ik weet het, maar dat weerhoudt er mij er niet van om het toch te doen. Want ik heb het vaste vertrouwen dat hij die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven, ons zal bewaren en beschermen. Ook als we door bitter lijden moeten gaan tijdens ons leven. Of vervolgd worden voor de verkondiging van deze machtige boodschap. Maar ik hoop en bid elke dag dat die machtige God van Israël, ons land, ons volk, zal terugbrengen onder de herderstaf van Jezus van Nazareth. Hij heeft zijn leven gegeven om ons als volk te verlossen en vrij te kopen van de slavenmarkt. Laten wij ophouden om Satan en zijn trawanten te dienen. Onze overheid is erop uit om door vermenging van volkeren ons uit te wissen. Met zogemaakte gelijkheid van volkeren. Kerken hebben daarom meegedaan. Ik weet het, ik word erom vergruist, maar ik blijf het herhalen. Er is maar één volk wat het eigendom van God is, en dat is Israël en zeker de 10 verloren stammen. Het Jodendom rukt op. Christenen kijken naar het Jodendom en willen dat profileren als het volk van God. Maar ze weten niet dat het wolven zijn in schaapskleren. De Heer Jezus heeft ze ontmaskerd in Johannes 8 vers 44, dat zij de duivel tot vader hebben. Dit staat ook in deze gelijkenis beschreven. Nogmaals, ik hoop
en wens dat u die God van Israël, Jezus van Nazareth, leert kennen als uw persoonlijke verlosser. In Jezus' naam. Amen. Thank you.